iedereen. En leuk je weer kijken naar mijn kanaal Pocono. Ik ben natuurlijk Bo. En ik ben Mart. En in deze periode draait natuurlijk alles om Sinterklaas. En Sinterklaas is ook bijna jarig. En vandaag gaan wij daarom Sinterklaas met ons eten. Oh my god. Dat was zo hard, hè? Oh, ik ben gelijk doof. Dat was ontzettend hard en het deed echt pijn aan mijn oren. Maar oké. Wij gaan vandaag dus chocoladeletters eten. En niet zomaar chocoladeletters, want we hebben hele gekke smaken. Jij weet nog niet echt welke smaken. Ik heb geen idee. We hebben iets van aardbei, iets met heel veel pepers. We gaan het gewoon zien. Heb je nou nu al zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan nu door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En dan gaan we beginnen met de eerste chocoladeletter. En welke zullen we pakken? We gaan beginnen met de blauwe letter. En dat is de bubblegum letter. Blauwe letter. Er zit wat confetti tussen van net. Ja. Maar dit is inderdaad de blauwe chocoladeletter. En die smaakt naar bubblegum. En dat is dus kauwgum. Even ruiken. Het ruikt gewoon naar chocola. Het ruikt naar witte chocola. Hou je eigenlijk van chocola? Niet per se. Ik hou niet echt van chocola. Ik lust het wel. Maar het is niet dat ik het heel graag eet of zo. Zullen we dat gewoon doen? Zullen we het zo doen? Oké. 3, 2, 1. Oh, ik proef het wel. Ook een beetje. Witte chocola met... nou, bubbelgum, kauwgom. Maar het heeft een beetje zo'n frisse smaak, maar ook weer niet. Het meeste wat ik proef is gewoon witte chocola. Ja, het is heel zoet. Ik heb eigenlijk wel zin in, in een andere. Deze, ik vind hem op zich wel oké. Vooral voor kinderen is het wel leuk, als het een blauwe letter is. Ik bedoel, het ziet er leuk uit, toch? Ik geef het een 6,5. Ik geef het een 6,5. Oh, nou. Geen idee. Oké, we gaan naar de volgende. Ik heb de volgende letter in mijn hand. Mag ik kijken? Het is namelijk deze. En je zou denken, huh, wat is hier dan bijzonder aan? Dit is helemaal niet zo bijzonder. Er zitten alleen maar wat donkere strepen op, maar... ik ruik wel wat, maar... en wat we nu gaan doen, is hem doormidden breken. Komt-ie. Oh my god. Oh. Nou, het ziet er minder leuk uit dan verwacht. Er zit dus Nutella in. Nutella? Chocoladepasta zit erin. Maar ik dacht, het gaat er echt zo'n beetje zo uitlopen. Maar het is helemaal... het is gewoon echt korrelig zelfs. Ja, het ziet er niet heel smakelijk uit. Nou ja, gewoon een chocola. Maar ik had verwacht dat het er echt zo mooi uit zou lopen. Weet je wel? Ja, een beetje aan het climax, hè? Maar we gaan het wel proeven. Oeh, oh ja. Nou, ik proef het nu ook. Ik vind het lekker. Het is lekker, maar het is iets te veel chocola. Maar als je heel erg van chocola houdt, dan vind je dit echt helemaal geweldig. Ja, maar nee, ik vind het wel lekker. Die hazelnutsmaak geeft ook wel weer iets. Een leuke toevoeging of zo. Ik geef het een 8. Ja, ik ook wel. Ja? Ja. Bart pakt de volgende Sinterklaas letter. Waar ook weer lekker confetti in zit. En het is een roze. En wat past er bij roze? Aardbei. Hij ruikt ook heel erg. Ruik je het niet? Ik ruik helemaal niks. Ben ik dom. Oh, nou, ik rook het net wel. Nu ruik ik het ook niet meer. Een beetje wel. Je ruikt een klein beetje van die aardbeiengeur. Het ziet er een beetje uit als een soort yoghurt, als een aardbeienyoghurt. Hij ziet er wel superleuk uit, toch? Het is toch goals? Proeven? Ja, proeven. Dit moet dus naar aardbei smaken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik neem een hap. Oh ja, helemaal kapot, maar een proeven aardbei. Ik mis nu een beetje van die, dat nu gaat knetteren. Mm. Vroeger had ik ook zoiets met zo'n smaak, precies dezelfde smaak. Dit is weer knetterchocola, maar dan zonder knetter. Het is wel lekker, maar echt heel zoet. Dit is dus weer witte chocola met aardbei. Dit smaakt ook echt naar aardbei. Ja, het smaakt wel echt naar aardbei. Je proeft niet echt dat het witte chocola is. Dus dit vind ik wel qua smaak goed. Het ziet er leuk uit, maar ik denk wel dat je er snel misselijk van wordt, omdat het heel zoet is. Maar het is wel heel leuk. Ik neem nog een hapje. Dan geef ik een 8. Zo, nou ik geef dit een 7. Oh, weet je waar die ook een beetje naar smaakt? Naar, naar Liga koekjes met die roze vulling erin. Oh, dat vond ik zo, echt zo ongelooflijk smerig doen. Oh, ik vond het wel lekker, maar daar smaakt hij ook een beetje naar. Oké, nu hebben we wel een hele spannende letter. Het is namelijk deze. En wat hier zo spannend aan is, is dat hij pittig is. Als het goed is, is het pure chocola, waar ik niet heel erg van hou persoonlijk, maar... de andere kant is gewoon normaal. Ja, ik ben vooral heel benieuwd naar het pittige gedeelte. Hoe pittig dat is. Dat echt zo is zo van... of dat gewoon... het ruikt niet pittig. Hoe ruikt maar pittig? Maar pittig ruik je ook nooit. Je moet eigenlijk wel van de rode nemen, denk ik. Zo moeten we even door de midden breken. Ik neem hier gewoon op van. Komt-ie. Oh, hard. Ik proef geen pittig. Jawel? Een heel klein beetje nu. Ik proef echt helemaal niks. Ah, jawel. Heel ver weg. Echt. En heel... het zit in mijn keel. Ik voel het ook een beetje in mijn keel, maar het is zo weinig, het is zo ver weg, dat je het bijna gewoon niet proeft. Proef hier eens van dan. Ik proef gewoon pure chocola. Ja, wel, maar ik voel het wel echt wel pittig hoor. Normaal. Het doet helemaal in mijn keel. Maar hoe kan het dan? Ja, weet je wat het is? Dus... Bart stelt zich altijd zo aan met pittig eten. Nee, maar jij bent een beetje half Indonesisch of kwart, dus dan kan jij kan super goed tegen pittig eten. En als ik dan een beetje van jou eet, dan is het helemaal gelijk...
Waar jij gewoon zegt, soms, oh ja, het is wel een beetje pittig. Soms zijn er ook mensen die zeggen dan, god, het is pittig als ze gewoon iets eten. En dan zit ik zo van, ik hoef dat helemaal niet. Maar oké, het is niet pittig, maar het zat wel in mijn keel pittig. Dat heb ik nooit, dus daarom vind ik het wel weer pittig. Ja, ik vind het, ik wil het niet eens pittig noemen, maar ik snap wel, ik voel het, of ik proef het heel ver weg. Echt heel ver weg, alsof het in China ligt. Zo ver weg proef ik het. Ik had het wel pittiger gewild, dan had ik het misschien wel lekkerder gevonden. Ik vind het een 4. Want ik hou gewoon niet van pure chocola. Nee, ik vind het 2. Want ja, het is gewoon niet pittig. Dat vind ik jammer. Oké, de volgende, dat is deze letter. Het is gewoon een Fanta-print letter. En aan de zijkant zie je wat witte chocola en wat gewoon melkchocola. Ik denk dat deze wel lekker wordt. Puur omdat het niet alleen puur is. En niet omdat het alleen wit is en niet omdat het alleen melkchocola is. Maar dat alles bij elkaar is. Ik denk dat het gewoon melk, chocola en wit bij elkaar is. Dus ik denk gewoon een zoete chocoladeletter. Het gaat meer om, denk ik, de leuk, die print. Gewoon misschien, voor de lol. Misschien smaakt het naar luiper. Weet je dat? Grapje. Oké, nou, precies wat vandaag. Lekker. Witte chocola en melk, chocola bij elkaar. Heel lekker. Nou, ik geef het gewoon een 8 uur, denk ik. Ik vind het wel heel zoet. Ik geef het een... Nou, 7,5 dan. 7. Het is nog zoeter dan die aardbeienletter. Nou, Bo. Wel lekker. Wel oké. Maar ik hoef er niet een hele reep van. Sommige mensen die kunnen zo'n hele reep in één keer opeten. Dat is geen reep. Ja, een letter dan. Maar dat kan er niet. Ik heb echt gewoon, zeg maar... Zullen we proberen? Nee, we gaan het niet proberen. Ik heb zeg maar echt dit kleine stukje. Dan heb ik al genoeg, dan hoef ik niet meer. Maar sommige mensen eten gewoon zo'n ding. Echt zwaar, volgens mij is het een 0,5 kilo. Ja, dat kan eigenlijk wel. Echt wel zwaar dit deze. Nou, Bo pakt inmiddels even de laatste. En... Ja, dat is een hele leuke. Dat is een hele mooie. Ik denk dat jullie allemaal geweldig vinden. De laatste letter, dat is deze. Oh my god, dit is dus een unicorn letter. Kijk even hoe leuk. Het ziet er echt super vrolijk uit. Hier zit ook echt een unicorn. Ik vind het wel echt enig. Ik vind het heel mooi. Ik vind het echt een bo-letter. Ik heb ook dit nog nooit gezien, een unicorn letter. Dus ik vind het heel leuk en origineel bedacht. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit smaakt. Ik denk gewoon witte chocola, maar ik ben heel benieuwd hoe dit... Ja, hoe noem je dat? Die crème smaakt. Ook was het helemaal hard, maar... Ik wil dat jij de unicorn opeet. Nee, dat vind ik zonde. Oké, ik ga het toch doen. Daar gaat de unicorn, jongens. 3, 2, 1. Ah! Is zo hard. Heel hard. Volgens mij dat is wat erop zit. Volgens mij is dat een beetje een aardbeienspul. Zo. Alle balletjes vallen eraf. Hoe smaakt zo'n balletje dan? Muisjes, weet je wel. Maar zonder anijs. Ik vind de letter lekker. Alleen, het is wel echt suiker, suiker en nog suiker. Maar qua uiterlijk. Ik denk dat ik qua uiterlijk een 9 geef. Ja, ik vind het heel mooi. Echt superleuk. En qua smaak, een 6. Het is gewoon witte chocola. Je moet dit echt kopen. Ja, gewoon omdat het niet zo heel speciaal is. Je moet het gewoon kopen natuurlijk voor het uiterlijk, maar dat is ook wel logisch. Oké, dames en heren, wat vonden jullie ervan? Nou, dit waren de chocoladeletters voor vandaag. Ik vond het superleuk om te proberen. Laat me even weten welke jij het allerliefst zou willen proberen. Ja. Welke vind jij het leukst of lekkerst? Ik vond de unicorn het leukst, ja. Ik vond ook de unicorn het leukst en het lekkerst. Ja, ze waren allemaal eigenlijk wel lekker. Ik vond die met Nutella erin het lekkerst. Ik vind dan denk ik toch wel de unicorn het lekkerst, ja. Maar dit was de video en wij wensen jullie heel... Veel plezier. Op jullie Sinterklaasfeest als jullie dat gaan vieren. Vond je deze video nou leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je nog een video van mij bekijken, klik dan nu hier. Hier? Naast. Mij. Ja. En wil je mijn kanaal abonneren, klik dan nu op mijn foto hieronder. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei! Doei!